ben Ilse Humble, aanvangsbegeleider en leerkracht Nederlands in Goot Technisch Atheneum Hortico in Vilvoorde. Als aanvangsbegeleider ben je een beetje de steunpilaar, het aanspreekpunt voor startende collega's. Enerzijds door informatie te geven. Soms is dat al op het einde van het schooljaar, als ze al weten dat ze het volgende schooljaar kunnen beginnen. Ofwel is dat in september, ofwel voor zij-instromers is dat dan in de loop van het schooljaar als ze toekomen. Sowieso stuur ik ook naar alle starters onmiddellijk een welkomstberichtje waar dat eigenlijk, we noemen dat de 10 basics van Hortico, waar dat al belangrijke gegevens in staan dat ze kunnen doornemen. Maar op dat infomoment ga ik dan verder in op werken met Smart School. Voor sommigen hebben dat al gedaan, komen van een andere school, voor anderen is dat eigenlijk nieuw. En dan ook specifiek, wat zijn eigenlijk de afspraken bij ons op school? We zitten hier op een prachtig groot domein, dus ik geef dan ook een rondleiding op het domein. Dus dan kunnen collega's natuurlijk ook vragen stellen. En terwijl we die wandeling, want het is een heel groot domein, vertel ik eigenlijk ook nog wat meer over de spirit van onze school. Want onze school heeft wel een speciale spirit. Wat doe ik ook als aanvangsbegeleider? Dat is lessen observeren bij startende collega's. Ik gebruik dat aan de hand van een schabloon en daarna bespreken we die ook samen, one-on-one, met de startende collega. En dan stuur ik dat document ook naar hen op, maar dat blijft tussen ons, dus dat is heel belangrijk. Ik heb geen evaluerende functie, de directie wel. Als je starter bent en je voelt je wat onzeker en het loopt niet in de klas, dan moet je weten bij wie je terecht kan. Als er problemen zijn, dan bespreken we dat samen. Dat is ook heel belangrijk. Het is niet dat voor elk probleem zomaar een oplossing hebt. Dus dat we samen kijken van hoe kan je dat aanpakken, wat heb je al geprobeerd, wat denk je zelf enzovoort. Ik heb ook de telefoonnummers van de starters in mijn gsm. Dus als er iets is of zo, kan ik hen ook gemakkelijk een WhatsAppje sturen. Zij kunnen mij bereiken. Dus op die manier is het contact ook eigenlijk heel vlot. En ook ja, informeel eigenlijk. Dus ze kunnen sowieso via Smart School een bericht sturen, maar als er iets dringend is voor de volgende dag van help, hoe moet ik dit doen of ik vind dat document niet, kunnen ze ook altijd een WhatsApp berichtje sturen. Wel de enige aanvangsbegeleider, maar vakcollega's of andere startende collega's bieden natuurlijk ook veel steun. Ik ben er eigenlijk om de startende leerkracht te ondersteunen, te begeleiden zodat die kan groeien, zich ontwikkelen, kan ook reflecteren over zijn job als leerkracht. Het is wel belangrijk, vind ik zelf, om de starter niet te veel te belasten. Omdat die al, ja, starten is moeilijk. Ook al kom je van een andere school en heb je al wel ervaring, het is toch een nieuwe omgeving en in elke school is alles anders. Dus ik wil geen extra druk leggen op de mensen. Maar hen, ja, zo goed mogelijk ondersteunen, begeleiden. En die begeleiding duurt eigenlijk 2 schooljaar. Ik verkies eigenlijk het woordje coach, omdat daar ook uitspreekt dat je eigenlijk een beetje supporter aan de zijlijn bent van de startende collega. Ik vind dat een heel toffe job om te doen en ik hoop dat zij er ook iets aan hebben.